En vandaag, 1 december, is het Wereld AIDS-dag. Deze dag is in het leven geroepen om het bewustzijn te vergroten over HIV en de daaruit voortvloeiende AIDS-epidemie. We spraken enkele burgers in de binnenstad over HIV-AIDS. Veel van de mensen wisten niet dat vandaag Wereld AIDS-dag is. Waloman hebben we een vaccin, begrijp je toch? Maar het is AIDS. Winst van remmers, we hebben het nog onder controle. AIDS is niet meer zo gangbare ziekte, like fossie, sabi toch per man be. Nou, nu die sabi dat je vast, maar dat heb AIDS. En dat je nou dange, je dange, maar natuurlijk, je go veilig, je doet zijn veilig, begrijp je toch? Maar, en nou, like, a corona nou, ja, allemaal corona, nou, nu de. Nou, voor mij bestaat het er nog steeds hoor. Ja, zolang je onveilig seks hebt gehad met iemand die je niet kreeg, kan je verwachten dat je gezond blijft. Zo niet, kan het ook anders aflopen. Iedereen heeft zijn eigen ik. Ik kan niet zeggen, ik weet voor mezelf. Ik kan niet zeggen voor anderen, maar ik vind van, be safe. Oké, je wilt je leven leiden, je wilt plezier hebben. Ragna zou zeggen, I don't care. Te corona, ik ben met door naar mijn leven, maar tenslotte moet je ook weten dat je gezondheid voorgaat. Economisch na no COVID, dat ben je de man vergeten is er bestaan. Je ziet? Dus look, le fa kon redder uit ook, dat dan voor deze tap zijn focus. Atras aan die no COVID, a beperken voor je vrijheid. Maar iets, nou was aan de man vergeten, want in Barik, dat we moksang als refi, wie is verder, we tam moksang als refi. En in Barik, in een model, le fa ma taxi, ma misafa model, de ala me doe een ogri. Mina, if de me doe een fail, maar als aan dat nou voor deze aan eigenlijk no random, de wat taboe, zolang hij een pchin zegurokom. Ik tak op lekker en tak vooral een boy zo met moest maar potwa kon doen meer aan het taxi rijden zo mino maar tegi ote instar maar wanneer je doet het veel al uw enkele indrukken. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO zegt dat het HIV-virus niet gemakkelijk te verslaan is. Jaarlijks sterven nog bijna 1 miljoen mensen aan AIDS. Vaak weten ze niet dat ze besmet zijn, waardoor ze niet onder behandeling zijn of omdat ze laat met de behandeling beginnen.